De gevangenis. Niet direct een plek waar je het eerst aan denkt als je naar je papa of mama gaat. Helaas is dit wel het geval bij meer dan 24.000 kinderen in Nederland. Gelukkig helpt het ouders, kinderen en detentieprogramma van Exodus de kinderen om de band tussen hun ouders goed te houden. Want ieder kind heeft recht op contact met beide ouders. We hebben landelijk georganiseerd het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma. En dat is een programma voor kinderen die een vader of moeder in de gevangenis hebben en graag op bezoek willen naar een speciaal kindvriendelijk uur. Het is belangrijk voor het kind om zijn vader of moeder in detentie te blijven zien, omdat een kind recht heeft op contact, dat is 1. 2 is om zelf een beeld te vormen over wie je vader of moeder is. En ook de kans om te praten over wat er nou gebeurd is en waarom dit allemaal zo gekomen is. Ook Shari is voor een deel opgegroeid zonder vader. Zij was 11 toen haar vader werd opgehaald bij hen thuis. Tegen mij zei hij dat hij iets uit moest leggen over een ongeluk. En hij kwam niet meer terug. Ik was heel erg geschrokken en ik was ook heel erg bang. Omdat ik niet begreep wat er aan de hand was. En ook mijn vader niet in zo'n situatie kon plaatsen. En het maakt niet uit wat een ouder heeft gedaan. Maar voor een kind zal het nooit een boef of een gedetineerde zijn. Het is altijd papa of mama. Stel je voor, je vader of moeder komt ineens niet meer thuis. Kinderen ervaren dat als een grote schok. Shari durfde er niet eens over te praten. Ik denk dat het makkelijker gemaakt moet worden om erover te praten. Want kinderen hebben vaak het gevoel dat ze er niet over mogen praten. Of dat het een taboe is. Of dat het iets is waar je voor moet schamen. Maar ook dat het niet raar is dat je van alles voelt. En je mag boos zijn. En je mag huilen. En je mag verdriet hebben. En je mag lachen. Erover praten is dus belangrijk. En dat kan het beste met iemand buiten je vertrouwde omgeving. Ik weet dat ik heb heel veel, eigenlijk altijd wel iemand om me heen gewild die van de situatie wist en waar ik mee kon praten, maar die niet zou oordelen. Het is heel erg belangrijk dat je iemand buiten je vertrouwde kring hebt, omdat je vaak als kind je ouder die achter is gebleven, dus je moeder of je vader die nog thuis is, niet extra pijn wil doen of niet extra lastig wil zijn. En iemand die daar buiten staat, die staat niet zo dichtbij, dus die zal je geen pijn doen. Wil je meer weten over het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma? Check dan nu www.bastaschooltv.nl.